Oké. Gisteren was het een succes, maar enigszins succes om het met de dingen Firefox te spelen. Dus we proberen het gewoon nog een keer. Oké. Oh, what the fuck, waar is dit, joh? Boom. Dit is een boom. Nog meer bomen. Hebben die bomen misschien ook bordjes of paspoort of zo dat ik hier mag inzien? Dat is een bijzonder paaltje. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn als ik weet wat het paaltje inhoudt. Maar helaas, ik weet niet wat het inhoudt. Dat is toch wel een beetje tragisch. Voorlopig, wat ik zeg. Voorlopig loopt hij nog steeds soepel. Dus Firefox is the place to be, om het zo maar te zeggen. Misschien zou ik dan ook eens gewoon ook nog eens een keer moeten proberen om op de externe harde schijf op te nemen en dan op Firefox. Ik gok voorlopig Europa. Ah, dit zou wel iets moeten helpen in ieder geval. Dat lijkt me dat dit dan in Spanje is. Dat zal dan waarschijnlijk wel hier ergens zijn, denk ik. Ik ga een beetje weer naar deze kant toe. Rappakeer. Even kijken. Moet ik het ook wel kunnen vinden ook. Ik denk niet dat dat de grootste stad genoeg is om dat te vinden, om het zo maar te zeggen. Nope. Oké. Gaan we verder kijken. Ik ga gewoon richting dat, als het inderdaad een stadje is. Oh, wacht. Daarboven waren nog meer bordjes. Oh no! Ik had gehoopt dat dit een De vorige keer was het in Frankrijk. Zou het dan misschien tegen de Franse grens aan liggen? Is dat een optie? Ik denk het wel, maar dan zou ik het meer ergens, ja, toch hier wegzetten, denk ik. Ik zou het ook. Ik denk niet dat het sowieso in het zuiden is. Oké, het was wel in het noorden, maar echt een stuk westelijker dan wat ik dacht. Nou, laten we de ronde maar bij het pakken. Oh boy. Dit lijkt me een gevalletje Amerika te zijn. Wat zou dit kunnen zijn? Zandweggetjes. Oh, fijn. Nee, hier gaan we niet. Daar gaan we echt niet kijken. Weet je, we gaan gewoon geen tijd besteden aan het feit dat we dan terug moeten klikken. We gaan lekker vooruit. Dag. Oké, bye. Het gaat zoveel soepeler nou. Echt. Wat ik zeg, misschien dat ik nog wel wat negatieve dingen tegenkom, maar holy shit zeg. Zoveel fijner klikken dit voorlopig. Smiltwelding. Ja. Zou dit dan, zou ik gokken dat het eventueel ik
wil Texas zeggen, maar. Alweer trouwens. Ik bedoel. Ja, ik ga hem gewoon erop zetten als Texas zijnde. Ik zou hem dan. In het midden. In het midden. Misschien dat ik. Kom op, als jullie echt Texanen zijn, dan zijn jullie toch wel trots op jullie aanbieding. Dat was volgens mij de muis die het opgaf. Nee, niet de muis. Dat is mijn externe harde schijf geweest. Weet je wat ik dan ga doen? Ik ga hem nog over de zekerheid uitgooien. Voordat hij straks zegt van, hey, ik ga hem weer verbinden. En dat er dan ineens informatie in beeld komt waarvan ik zeg van, no, jullie hoeven niet te weten wat er allemaal op mijn externe harde schijf staat. Niks vreemds of zo, absoluut niet, maar. Ja, ook gewoon privé informatie en zo. En nee, dank je. Dat klinkt trouwens heel luguber. Zo. Ik heb mijn eigen in een plaats vastgeluld waar ik niet uitkom. Laten we maar vanuit gaan. Nee, niet zichtbaar. Absoluut niet. Niet doen. Alsjeblieft niet. Nou, als je nou uit is, veel zal het niet schillen. Wat is het gewoon? Oh, dat is gewoon een verandering. Nou is het weer een McDonald's. Het was niet eens Texas. Het was in New Mexico. Ja, nogmaals, ik zit liever dan een keer fout dan echt. Maar goed, ik dacht echt dat het Texas was. We weten allemaal wat dit is. Dit gaat. Gaan onze vrolijke Russische vrienden zijn. Yep. Top. Bleh. Ja, en na. Was het gisteren? Ik denk het wel. Ik denk dat het gisteren was met die. Hoe heet het? Deze kant gaat. Ik had gehoopt dat omdat hier die borden staan, dat ik hier wat meer andere borden zou aantreffen. Maar voorlopig nog niet. Dan gaan we toch maar even deze kant uit. Maar ik. Dat is niks. De vorige keer had ik het ook verschrikkelijk mis waar ik zat. Dus. Nou zou dat ook nog wel eens kunnen. Kom op, geef me iets. Dat is ook een. Nou, het feit. Maar goed, dat is pure constatering. Het feit dat hier billboards staan, doet me in ieder geval denken dat het in ieder geval. Aan deze kant van de lijn zit, zeg maar. Om het zo maar te zeggen. Dus ik zet hem voorlopig hier weg. Niet dat het in andere delen van Rusland misschien geen billboards staan, maar ik zou denken dat billboards meer iets is van het wat westelijkere gedeelte van Rusland. Met name om, Even kijken. Kun jij mij iets vertellen waar ik ben? M10. Was er geen M10 bedding in de buurt? Sint-Petersburg. Shit, wat was dat ook weer? Was dat deze? Ik weet dat er een weg was. Waarvan ik dacht van, hé, hey, dat zou de E10 moeten zijn, of de M10 moeten zijn.
Is dat die E95 geweest dan? Nee. Shit, wat was het nou? ML, ik schaal in ieder geval, of zat het hierboven dan? Zit hij, nee. Crap! Oh, oh, oh! Oké. Okay. Ik vind alles goed, jongens. Ik lach niet. Voor Rusland gok, hè? Oké, dit is weer een van deze drie jongens. Ja, toen net was het New Mexico, dus misschien is het dan wel in New Mexico. Ik zie er niet heel veel anders uit dan toen net in ieder geval. Sorry dat ik het zeg, maar. En als ik vlaggen aantrek, ja, tenzij het de Texaanse vlag is. Maar ik ken de vlag van New Mexico niet uit mijn hoofd en de vlag van Arizona niet uit mijn hoofd. Dus dan moet ik echt een bordje zien waarop staat van Arizona of New Mexico. Of een grote stad zoals bijvoorbeeld... te moeilijk. Pardon. Nou, inderdaad, Albuquerque of Tucson of Phoenix. Of Phoenix. Phoenix is... Laplace, Alamo, Alamo. De Alamo. Nog dat niet. In... Ja, maar ja, er zijn veel plekken die Alamo heten natuurlijk. Ik ga er geen risico mee nemen. Zeker niet omdat ik toen net al dacht van... Hey, dit is Texas! En dat bleek ik uiteindelijk niet. Mexico te zien. Ja, het is Alamo Road ook. Dus ik gok ook echt dat er echt wel meer dan één Alamo Road in Amerika is. Dat. Weet je, kijk, dit zou voor veel mensen... Oh, kijk. De Amerikanen die weten nou gelijk in welke staat ze zitten. Ik niet. Echt niet. Dat is een beetje een verrot. Ik denk wel, als het zit dan tegen de grens aan zit. Denk ik. Gokje. Oké. Ja, joh. Trailer parks, dat zegt me echt helemaal niks. Ik heb nog niet echt het idee dat ik weet waar er heel veel meer trailer parks zullen zijn. We zullen over 25 seconden zullen wel zien of het inderdaad New Mexico is. Oh boy. Ja, wat... Nou lijkt deze woestijn weer heel veel op die van Death Valley en zo, maar dat, nee, want Death Valley heeft nog minder begroeiing, die heeft gewoon helemaal geen begroeiing. En het is Arizona. Maar goed, volgens mij, ja, nee, dat is niks in de buurt van Alamo, dus oké, dat is gewoon gelukkig, daar gaan we voor. En de laatste alweer. Oh. Poep op een stokje. Eén voordeel. Dit is Engeland. En als ik. Want ik denk dat dit Schotland is, namelijk. Dus. Wat is het? Abington Bigger? Even kijken waar. De A702. We zullen nog wel meer potjes tegenkomen, mag ik aannemen. Hup. Hij gaat voorlopig zoveel soepeler, zoveel fijner. Ik wou daar kijken, maar... Dat zal... Oh! Kijk joh, op de ene helft is het goed weer, op de andere helft is het slecht weer. Let op,
Oh, wacht. Misschien dat hij. Oh, volgens mij schiet ik een bord voorbij. Ja, ik schiet een bord voorbij. Even kijken. Oh, nou, dat. Maar, als er een afslag is. Kijk, woehoe, goed weer. Woehoe, slecht weer. Even kijken. Ja, dit is. Oh, wacht. Geen blinde. Nee, geen blinde vlek. Ah. Ja, dus het is inderdaad Schotland. Ik dacht al dat ik het zag staan, hoor, maar ik denk van. Even zekerheid, hè. Maar als er dus een afslag aankomt, zou je denken dat er ook een oprit zit. En dan zou je denken. Oké, even kijken. Nee, ik had gehoopt dat er plaats op zou staan. Bijvoorbeeld Glasgow, 100 kilometer of zo. Weet je, dat. Maar ik zit sowieso in Schotland, dus dat scheelt al, dan weten we dat. Edinburgh. Dat is hier. Oké, de A702. En de A. Dit is de 702. Dan gaan we die volgen tot we een A73 tegenkomen. Of eventueel Lanark. Dat kan ook nog. Zou dit welke kant rijken op? Zou dit kunnen zijn? Maar ik. Nee, want ik denk het niet. Ik ben ook vergeten. Ah, dit is Lanark. Welke kant rijd ik op? Zuiden. Zou ik dan hier gezet kunnen hebben? Oh. Nou, ik had hem hier geplaatst. Dat denk ik dat niet zo heel veel verschil had. Jee. Even kijken. Ik denk niet dat het een hele goede score is. Nou, 20.000 toch wel. Maar hier zal ik vooral mis. Maar dat maakt niet uit, want ik bedoel, die Ruslandgok die doet echt niemand mij na. Echt. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar gekregen heb, maar dat is gewoon het beste. Kijk of het inmiddels weer wel is. Zal wel niet. En nee, ik weet echt niet waarom dat is. Maar goed. Volgende keer beter. En ja, dan was het alweer. Tot morgen.